Nederlands beheert een enorme collectie werken op papier. We hebben 75.000 werken op papier in de collectie. En een klein deel daarvan zijn de Rembrandt-prenten. Het is bekend dat Rembrandt zo'n 300 etsen gemaakt heeft. En 200 bladen zitten in onze collectie. Dus we hebben een substantieel deel daarvan. Wat heel bijzonder is, ook omdat het een hoge kwaliteit vertegenwoordigt. De restauratie is mogelijk gemaakt door subsidie van de stichting Boek en Wurm. Waar we ontzettend blij mee zijn, anders was dit gewoon niet mogelijk geweest. Nou, we hebben gekeken naar werken die van belang zijn voor onze collectie. En die in dermate staat zijn dat er ook echt iets aan gedaan moet worden. Etsen van Rembrandt liggen in dozen in het depot. Dus de dozen worden naar het restauratieatelier gebracht. En we gaan dan één voor één bekijken of inderdaad de werkwijze zoals we die bedacht hebben, of dat inderdaad uitgevoerd kan worden. Nou, zaken die daarbij aan de orde komen is fotograferen van het werk aan de voor- en aan de achterzijde. Maar ook het werk in doorzicht bekijken. We gebruiken daar een light sheet voor, dat is eigenlijk een soort lichtbak. En daar wordt het werk opgeplaatst en dan kun je dus in doorzicht het papier zien. Nou, hier zie je dat we door de microscoop het werk bekijken. Naast de microscoop staat een scherm, zodat we in gesprek kunnen gaan over wat er te zien is in de microscoop. We kijken naar verontreinigingen, zoals metaaldeeltjes in het papier, vlekken in het papier, de conditie van de drukinkt. Waarna we verder kijken of de behandeling voortgezet kan worden zoals we die gepland hadden. Nadat we besloten hebben om het werk te gaan restaureren, moet het eerst losgemaakt worden uit het passepartout, uit het oude passepartout of opzetvel. En meerdere etsen hadden ook een oude marge. Die moet ook eerst losgemaakt worden. Die marges die zijn over het algemeen geplakt met stijfsel. En ja, dat moet dus voorzichtig losgemaakt worden om de verdere behandeling voort te kunnen zetten. Nadat de marges verwijderd zijn, kunnen we aan de voor- en achterzijde het oppervlakkige vuil verwijderen. In het vooronderzoek van deze prenten is ons opgevallen dat het papier vergeeld is. We hebben naar aanleiding daarvan besloten om de werken te gaan spoelen in water, want daarmee is het mogelijk om de vergeling op te lossen en de pH ook te verhogen, waarmee de duurzaamheid en de houdbaarheid van het papier zeker vergroot wordt. Je ziet hier dat we een ets sprayen, zodat de opname van water straks in het waterbad optimaal zal zijn. Daar waar veel verontreinigingen zitten, neemt het papier moeilijker vocht op. Dus het is van belang om van tevoren de doorlaatbaarheid te vergroten. En dat gebeurt door een oplossing van alcohol en water. Hier is te zien dat de ets in het water geplaatst wordt. De ets die ligt op een kunststofdrager. Drukinkt te zijn over het algemeen niet watergevoelig. Dat moet wel altijd toch voor de zekerheid getest worden. Dat hebben we ook gedaan. En nou, deze ets die kan in het water gelegd worden, waardoor de in water oplosbare verontreinigingen uitgespoeld worden. En hier zie je dus een aantal etsen naast elkaar in het water op een steunzeef liggen. En met een watje wordt de overtollige vergeling opgenomen. En ja, dat is ook echt zichtbaar op het watje, hoeveel vuil er eigenlijk vanaf komt. Na het spoelen worden de etsen uit het water gehaald en gedroogd. Doordat de etsen in het water gelegen hebben, spoel je niet alleen de verontreinigingen uit, maar ook de lijm van het papier. Dus het papier komt er wat vlossig uit. De etsen zijn nagelijmd met stijfsel. Die stijfsel die hebben we zelf gemaakt om er zeker van te zijn dat er geen conserveringsmiddelen in de lijm zitten die in de loop van de jaren ook weer opnieuw voor vergeling zouden kunnen zorgen. Hierna worden de
prenten gedroogd. En als ze droog en vlak zijn, kunnen er marges van Japans papier aangezet worden. Die marges die worden geplaatst om ervoor te zorgen dat, dat de prenten helemaal vrij in het passepartout komen te liggen. Dus in het passepartout zie je totale ads, maar ook voor hantering. Als de prenten gehanteerd moeten worden, dan zit je niet met je handen meteen in de ad. Papier is erg gevoelig voor vocht en nadat de marges met behulp van stijfsel aangezet zijn, moet dit totaal weer drogen onder bezwaar. Waarna, als het helemaal droog en vlak is, het werk in een zuurvrij passepartout geplaatst kan worden. Dat ziet eruit zoals dit. Opengeslagen zie je dus de prent met de marge. De marge is vastgezet met tape en kan dus scharnieren. Dat wil zeggen, de prent kan aan de achterzijde bekeken worden. En dichtgeklapt is de totale prent zichtbaar. En is voor onderzoek of voor expositie beschikbaar.